Dit is Door de Week Heen. En wat hebben we vandaag voor u in petto? Niet meer waarschuwen, maar beboeten. De bladkorven worden weer geplaatst. En we waren op de open dag van de rank. Het doek lijkt gevallen voor Circus Herman Rens nadat de Belastingdienst het faillissement van het circus heeft aangevraagd. Maandag legde de fiscus in Heerde in de provincie Gelderland beslag op de inventaris omdat het circus nog een schuld heeft van 130.000 euro. Het circus had tot 1 oktober de tijd gekregen om de schuld te betalen. Maandagochtend kwamen er vrachtwagens naar het terrein waar het circus haar tenten had opgeslagen om de spullen weg te halen. Alleen de woonverblijven van de medewerkers bleven staan. Het circus had al een maand uitstel gekregen. En via een benefietconcert werd 15.000 euro opgehaald, maar daarmee kon niet de gehele schuld worden afgelost. De rechter moet nog wel het faillissement uitspreken, maar met het verdwijnen van het circus zullen 65 mensen hun baan verliezen. De financiële problemen zijn ontstaan door tegenvallende bezoekersaantallen en een verhoogde lastendruk. Het circus moet bijvoorbeeld extra premie betalen omdat het werkt met seizoenskrachten. En daarbij zijn door de overheid beperkingen gesteld aan het gebruik van goedkope rode diesel, waardoor het circus voor zijn generatoren meer geld aan brandstof kwijt is. Het waterpijpcafé Dahlia Sisha Lounge aan de Molenstraat moet sluiten. Dit meldt het Eindhovens Dagblad. Het café is de vergunning kwijt omdat er bij een controle voor de tweede keer in korte tijd geen leidinggevende aanwezig was. Voor horecazaken is het namelijk verplicht om een leidinggevende in de zaak te hebben gedurende de openingstijden. Dit bleek echter niet het geval tijdens een controle begin juli van het Helmondse interventieteam. En bij een tweede controle eind juli was er opnieuw geen leidinggevende in de zaak. Daarop trok de burgemeester de vergunning in. Het Eindhovens Dagblad meldt verder dat burgemeester Ellie Blanksma van Helmond terecht een bedrijfspand aan de Breedijk heeft gesloten naar de vondst van kilo's hennep. Althans, dat was het oordeel van de rechtbank in Den Bosch afgelopen dinsdag. De eigenaar van het pand had daartegen bezwaar gemaakt, maar de rechtbank vond die straf niet extreem hoog. De eigenaar vond dat de burgemeester rekening had moeten houden met het feit dat hij niet op de hoogte was van de hennepplantages. De man was op vakantie in Bulgarije toen de politie in een verhuurd gedeelte van het gebouw de planten en allerlei professionele apparatuur aantrof. Volgens de burgemeester gaat het echter om een grote hoeveelheid drugs en een zeer professioneel opgezette hennepkwekerij. En op zo'n moment wegen de argumenten van de pandeigenaar minder zwaar. En de rechter, die gaf de burgemeester daarin gelijk. Het Elkeliek ziekenhuis in Helmond doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Donorweek. In de centrale hal in Helmond kan men van 12 tot 15 oktober terecht met alle vragen over orgaan- en weefseldonatie. De donatiecoördinator van het ziekenhuis is samen met collega's uit het ziekenhuis en vrijwilligers van de Nederlandse Transplantatiestichting aanwezig in de informatiestand. Nederland heeft meer donoren nodig. Het Elkeliek zegt ja tegen donatie en heeft een actieve rol bij het terugdringen van de wachtlijsten voor donororganen en weefsels. De politie heeft zondag een 50-jarige vrouw gearresteerd omdat ze haar man in hun woning gestoken zou hebben met een mes. Aan het eind van de ochtend ontving de politie een melding over een vechtpartij in de woning aan de Molenbeek in Helmond. Toen agenten bij het huis arriveerden, bleek de 52-jarige man met een mes in zijn buik te zijn gestoken. De vrouw was trouwens ook gewond omdat haar echtgenoot haar in het gezicht zou hebben geslagen. Beiden zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. De vrouw is daarna in verzekering gesteld op het politiebureau. Half oktober worden in Helmond de bladkorven weer geplaatst. In totaal worden er bijna 400 korven neergezet. Ze blijven staan tot eind december, afhankelijk van de bladval. De gemeente doet er veel aan om in de herfst het gevallen blad zo snel mogelijk te verwijderen. Daarmee wordt overlast zoals gladheid bij regenachtig weer zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente zet daarom in de herfstperiode extra mensen in met veegmachines en bladblazers. Maar de gemeente kan niet overal tegelijk bezig zijn. De medewerking van mensen die zelf bladeren in hun straat opruimen, wordt dan ook zeer gewaardeerd. Door het plaatsen van bladkorven helpt de gemeente u om de bladeren zelf op te ruimen. De korven worden minimaal 1 keer per week leeggemaakt. Op www.helmond.nl/bladkorven vindt u per wijk de locaties waar de bladkorven dit jaar staan. Ze zijn overigens alleen bedoeld voor bladafval. Takken, stronken, groente- en fruit- en tuinafval en overig afval horen niet thuis in deze korven. En bij verkeerd gebruik wordt de betreffende korf onmiddellijk verwijderd.
Vanaf volgende week vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Rijnlaan en Biesbos in Brouwhuis. In deze straten wordt het wegdek vervangen en wordt de straat meer ingericht als een 30-kilometer zone. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan de parkeervakken, worden er bomen gekapt en nieuwe bomen geplant. Het totale werk is naar verwachting in maart klaar. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Het werk vindt in fases plaats, zodat de woningen aan de Rijnlaan en Biesbos zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Voor doorgaand verkeer is de weg afgesloten en geldt er een omleidingsroute die wordt aangegeven met gele borden. Het was landelijk nieuws. Lokale bestuurders van Ouderenbond AMBO hebben ongeveer 2 ton achterover gedrukt. De afgelopen 2 jaar werd regelmatig zonder overleg met het hoofdkantoor geld weggesluist naar stichtingen en verenigingen en naar privérekeningen. En het grootste fraudebedrag was 150.000 euro. Daarop besloot het hoofdbestuur om de bankrekeningen van alle 387 lokale afdelingen te blokkeren. Dit is bij de Helmondse afdeling in het verkeerde keelgat geschoten en het bestuur heeft dan ook prompt besloten om de activiteiten te beëindigen en over te stappen naar de PVGE, de Ouderenbond van Philips. De Schotense Loop vormt als natte ecologische verbindingszone de verbinding tussen het Eindhovenskanaal, het Kovelsbos en het Goorlooppark Noord. Vanaf het Eindhovenskanaal tot aan de Brandenvoortse Dreef en een deel op bedrijventerrein Schoten, nabij de Automotive Campus, is de ecologische verbindingszone al eerder ingericht. Op het resterende deel worden dit jaar werkzaamheden uitgevoerd, zodat de Schotense Loop als een volwaardige ecologische verbindingszone gaat functioneren. We staan hier bij de Brandenvoortse Hoeve in de buurt van Brandenvoort, Helmond. Op dit moment staan we hier naast het gebouw ongeveer en we kijken hier links naast ons ligt een sloot. Op dit moment is hij nog niet ingericht. Hier op de kaart zie je wat het toekomstbeeld zou moeten zijn, een slingerende beek. En dat heeft allemaal tot doel om meer natuurvariatie hier in de buurt te krijgen en ook meerdere natuurgebieden met elkaar te verbinden. Wat je hier ziet is een weggetje richting het gasstation, een doodlopend weggetje. Deze weg wordt die kant uit verlegd, zodat hier meer ruimte komt voor een natuurlijke inrichting. En daarbij komt die sloot die je hier links ziet, die wordt meer slingerend aangelegd naar rechts met variërende taluds. We staan hier bij de Schotense Loop nog steeds, tussen de Medevoort en Europaweg in. Bij het Kovelsbos zie je hier voor ons. Hier zie je dat de waterloop is verlegd inmiddels. Voorheen liep de Schotense Loop strak langs het bos af, als een kaarsrechte lijn. En hier zie je dat er een nieuwe meander in is gekomen, een slingering met variërende taluds, hè, zoals ze dat noemen. De oever is af en toe steil, af en toe flauw. En dat geeft weer meer gelegenheid voor verschillende planten en beestjes om hier zich te ontwikkelen. Deze ecologische verbindingszone is tot stand gekomen dankzij een samenwerking intensief tussen gemeente Helmond en waterschap A en Maas. Nou zoeken ijsvogels van nature steile wanden op, maar we kunnen ze ook een handje helpen. Wat je hier ziet is een kunstmatige steile wand. Dus die ijsvogels die gaan hier nesten in die wand bouwen. Dus die maken holletjes van, als ik me niet vergis, een meter diep tot wel een meter diep. Ja. Die kunnen zich hier dan voortplanten en broeden. En wat je ook ziet is hier in het water een aantal boomstammen die hier ingezet zijn. Die liggen hier niet toevallig in. Die boomstammen liggen er om de waterstroming zeg maar, te sturen. Waardoor je gedeeltes krijgt waar het harder stroomt en gedeeltes waar het zachter stroomt. Daar waar het zachter stroomt, hier achter die boomstam in, daar zakte de bezinkte de slip. Zeg maar. En daar ontstaat weer andere begroeiing dan in het gedeelte waar het hard stroomt. Als je hier zo langs het water loopt, dan denk je misschien van wat oogt daar water toch bruin? Is dat vervuiling of iets dergelijks? Maar dat is niet zo. Van nature zit er ijzer in het grondwater, in de grond. En in dit gebied, ook boven Strooms bij Brandenvoort, zit heel veel ijzer in de grond. Dus dat grondwater stroomt richting beek, neemt ijzer mee. En in feite verroest het gewoon hier in de waterloop. Er komt zuurstof bij. Nou, en roest is bruin en daar maakt de kleur van het water ook bruin. Nou, wat je hier duidelijk ziet, is dat er straks een soort van bufferzone ontstaat tussen het bos en het veld. Voorheen was die veel harder. En wat we hier achter ons zien is de poel. Het is een amfibiepoel. Een van de doelsoorten zijn natuurlijk die amfibieën, kikkers, salamanders. En zo'n poel is dan een verblijfplaats en daar kunnen ze zich voortplanten. Idealiter zouden daar zo weinig mogelijk vissen in voor moeten komen. Dus het is niet erg als die poel af en toe droog valt.
En dit soort poelen die worden om de 300 tot 500 meter aangelegd. En daar is dan ook weer vanuit de ecologen geadviseerd om daar een bepaalde afstand aan te houden. En dat heeft weer alles te maken met de afstand die beestjes af kunnen leggen van het ene broedgebied naar het andere broedgebied. Misschien bent u er al mee geconfronteerd. Of u bent een braaf, oppassende burger. Maar sinds woensdag 7 oktober wordt u op de bon geslingerd als u in het voetgangersgebied in het centrum aan het fietsen of aan het brommen bent. In de afgelopen weken heeft de Stadswacht ijverig gecontroleerd en ruim 140 waarschuwingen uitgedeeld. Maar nu is het menens. Als u aan het fietsen bent in de voetgangerszone in het centrum, maar bijvoorbeeld ook in Brouwhuis, dan bent u €55 lichter. En voor bromfietsers komt er nog eens €40 bij. TBS'er Jos de G. uit Helmond blijft ontkennen dat hij de 15-jarige Nicole van den Hurk heeft verkracht en gedood. Het meisje verdween dinsdag precies 20 jaar geleden. De G. werd in januari 2014 aangehouden omdat voor justitie zijn DNA was gevonden op het lichaam van het meisje. De 48-jarige verdachte ontkent dat het zijn sporen zijn die achterbleven. Dat kwam maandag aan de orde op een tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch. En als het DNA al zou zijn van hem, dan moet hij vrijwillige seks met haar gehad hebben. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor bij de rechtercommissaris eind september. Overigens zegt hij Nicole niet te kunnen herinneren. En evenmin weet hij waar of wanneer hij haar zou hebben ontmoet. De inhoudelijke behandeling van de zaak start in november. En het vonnis wordt begin december verwacht. In appartementencomplex De Wiert aan de Spoorstraat achter het station is vrijdagavond 9 oktober brand uitgebroken. De hulpdiensten werden rond 9:30 gealarmeerd omdat de vlammen uit het dak sloegen. De bewoners van De Wiert werden door de brandweer veilig uit hun woningen gehaald. De bewoner van het woonhuis waar de brand uitbrak is aangehouden naar aanleiding van deze brand. In het pand zijn namelijk spullen voor een hennepkwekerij aangetroffen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Misschien mag er binnenkort niet meer op het balkon of in uw eigen tuin gerookt worden. Wat vindt u daarvan? Oh, dat vind ik een beetje flauwekul. Ja, ik persoonlijk. Waarom? Ja. Nou, dan moet iedereen dan ook voor zijn eigen mag weten, niet? Lijkt me. Dus ik ken slecht tegen mijn kinderen zeggen, ik moet op straat gaan roken. Dat doe ik dus niet. Nee. Maar vindt u het vervelend als mensen in uw buurt roken? Nou, ik heb zelf ook altijd gerookt, dus ze mogen wel binnen roken voor mijn kinderen. Ja, dat is gewoon nog... U heeft dan niet zoiets van, rook dan toch maar buiten een sigaretje? Nee, nog niet. Nog niet. Het stinkt wel als ze geweest zijn, maar... Ja, want dan rookt u eigenlijk ook een beetje mee. Ja, dat weet ik. Maar ja, ik heb zelf altijd gerookt, dus ik kan ze niet verbieden. Ik heb ze zelf allemaal aangeleerd. Of aangeleerd. Ja, toen dat we roken was, dan mocht het, hè. Ja, krijgt u dan ook niet weer zin in een sigaretje? Nee, helemaal niet. Nee. Dat is over. Daar heb ik weinig over te vertellen. Ik heb nog nooit gerookt. Maar voor mij mag ik het gerust afschaffen. Ja, waarom? Gezondheid. Vindt u het vervelend als mensen roken? Nou nee, niet direct last ervan, maar dan ga ik wel wegzitten. Dan heeft u toch wel last van de rook? Ja. Ja, roken is toch nooit iets wat bevalt mag verder. Maar zou het verboden moeten worden? Nee, dat kan het niet maken, denk ik. Dan zijn er wel ontslagen, denk ik. Zo werkt het ook, hè. Nou, ik denk dat het wel te gek zou zijn als je in je eigen omgeving niet meer mag roken. Dat in een café en in een openbaar gebouw niet gebeurt, vind ik prima. Maar ik denk dat je het wel gewoon moet kunnen. Ik ben wel geen roker, maar... Ik vind dat er genoeg beperkende maatregelen zijn in Nederland al. Er wordt veel te veel geregeld. Want wat heeft u last van als mensen roken? Nou, ik heb er zelf niet eens zo heel veel last van, denk ik. Maar ik vind het niet prettig. Als ik in een ruimte ga zitten waar mensen aan het roken zijn, ga ik er liever niet zitten. Dus daar roken zelf niet, dus... Nou, wat vindt u ervan als ze misschien gaan verbieden dat je niet meer op het balkon en in de tuin mag roken? Ik vind dat je mensen ook een bepaalde vrijheid moet geven. Dat wij ervoor kiezen om niet te roken, dat is onze keus. Dus ik vind dat je mensen daar de eigen vrijheid in moet geven. Maar heeft u er last van als mensen roken? Nee, want dan kies ik een plek uit waar niet gerookt wordt. Dus dat is vrij simpel.
Dus ik heb er geen last van. Wat vindt u ervan als je bijvoorbeeld niet meer in je eigen tuin mag roken? Dat vind ik heel fijn. Overal. Ja. Als mensen met roken stoppen, dat vind ik heel fijn. Heeft u er last van als mensen roken? Ja, zeker wel. Ja? Zelf wel. Maar toch, zoveel mensen hebben niet volgens mij, denken ze. Maar ik denk dat is wel een groot probleem. Niet alleen voor gezondheid, maar ook voor natuur. Ik vind het al een beetje overtrokken. Een beetje te ver allemaal. Ja, waarom? Ja, als je in een auto zit en je zit uit een andere auto, dan die uitloot gaat net zo slecht, denk ik. Hè? Denk mij, als je veel in de file rijdt. Dus het zou niet verboden moeten worden? Nee. Ja, ik vind het normaal. Ja? Maar ik ben een roker, dus... Maar misschien wordt het binnenkort afgeschaft dat u niet meer buiten mag roken. Ja. Ja, dan is het niet anders. Ik vind het een beetje overdreven, maar... elkaar er wel op leggen. Maar waar mag er dan nog wel gerookt worden? Ja, dat zou ik niet weten. Het wordt wel moeilijk gemaakt voor u dan? Het wordt wel moeilijk gemaakt, ja. Ja. Maar dan zien we dan wel weer. Want rookt u wel binnen in huis? Ja. Ja, en buiten. Dus, ja. En al lang gestopt? Ja, 12 jaar alweer. Maar heeft u er nou problemen mee dat mensen in uw omgeving roken? Nee, dat moeten ze allemaal zelf weten. En wie ben ik om daarover, hè? Ja goed, vindt u zo'n verbod nodig? Nee, vind ik niet. In de cafeetjes wordt het al verboden. Nou, net als in de eigen tuin of balkon toch. Het is toch hun privéterrein, vind je niet? Roken mag misschien binnenkort niet meer op uw balkon of in uw eigen tuin. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet goed. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat het een beetje vrijheid kwijtraakt. Kijk, als je rookt in publieke ruimtes, dat vind ik niet goed. Maar thuis en in mijn tuin of op mijn balkon, heb ik niet meer last van. Uw buren misschien? Nee, denk ik niet. Kijk eens op de lucht. Ja, dat vind ik het. Rookt u zelf? Ik rook zelf, hè. En heeft uw omgeving er wel eens last van? Denk ik niet. Ik rook binnen niet. En ja, alleen buiten. Op christelijke basisschool De Rank hebben ze de week van Van Gogh achter de rug. Ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden konden de school binnenlopen om te kijken wat de kinderen in die week gemaakt hadden en om een goed doel te steunen, namelijk kleinschalig onderzoek naar hersentumoren. Een meisje op hun school in groep 8, Lisa, heeft een hersentumor. Tijdens de open dag hebben ze zoveel mogelijk geld ingezameld voor Koppie Au. Wat is hier op basisschool De Rank te doen? Nou, we hebben vandaag de afsluiting van onze projectweek. We zijn de hele week bezig geweest in het thema Vincent van Gogh. Kinderen zijn bezig geweest met dans, drama, beeldende vorming, muziek. Daar is vandaag van alles van te zien. Kinderen hebben voorstellingen, in de klas is van alles te zien. En wij zamelen geld in voor het goede doel. Wij hebben een helaas meisje met een hersentumor bij ons op school. En we wilden graag iets voor haar doen. Maar je kan eigenlijk niet zoveel doen en daarom hebben we besloten om geld op te halen voor Stichting Koppie Au. Dat is een stichting die kleine onderzoeken naar hersentumoren bij kinderen steunt. Wij hebben vanmiddag, we vragen de ouders, de volwassenen, mensen, want ook opa's en oma's zijn op bezoek, vragen we entree. We hebben een loterij waar we dadelijk mee gaan afsluiten. We hebben gigantisch veel sponsors bereid gevonden om iets te doneren, om iets te geven waar wij dus weg mogen geven. En daarvoor worden loodjes verkocht. We hebben een kunstkraam met kunst gegeven om te verkopen. En alle opbrengst is voor het goede doel. Kinderen hebben de afgelopen week ook een tekening gemaakt. Die hebben we opgestuurd en die kunnen ouders, familieleden bestellen op een mok of op een tas of op een placemat. En daar is een deel van de opbrengst is voor onze school, voor ons goede doel, voor Koppie Au. En heb jij ook iets moois gemaakt? Ja. Wat heb jij gemaakt dan? Een zonnebloem. En waarom een zonnebloem? Want die heeft Vincent van Gogh ook gemaakt. Oh, dus toen dacht jij, die ga ik ook maken. Dat moest van de juf. Hoe moest dat van de juf? Hoe vindt u deze actie vanmiddag? Nou, natuurlijk hartstikke goed. Heel positief. Ja, we maken er een leuke middag van en een opbrengst gaat naar een heel goed doel. Dus, heeft u ook al iets gekocht? Ja, we hebben loodjes gekocht. We gaan een suikerspin kopen. En verder kijken we nog even rond. Wat hebben ze allemaal gedaan vandaag?
kleinzoon heeft muziek gedaan, tenminste optreden. En straks kleindochter nog. En de kleinzoon die moet ook nog iets doen. Op deze dag moet er ook een Vincent van Gogh zijn. En ja, ik mocht het zijn. Dus ik ben heel trots dat ik vandaag Vincent van Gogh mag zijn voor al deze jongens en meisjes en voor al deze vaders en moeders. Hoe vindt u het hier? Ja, geweldig. Dit is, hier hadden we van gedroomd dat er zoveel mensen zouden komen op ons open huis. En ja, ik sta echt, ik sta paf. Wat een spetterend optreden. Dankjewel. Ging het goed? Ja hoor, voor mijn gevoel in ieder geval wel. Hebben jullie veel moeten oefenen? Ja, wij hebben 5 keer na school moeten oefenen en 1 keer onder schooltijd volgens mij. Dus ja. Goed geoefend dus. Maar ik denk dat jullie wel heel veel geld op gaan halen, of niet? Ja, dat denk ik wel. We doen het allemaal voor het goede doel Koppie Oud, dus ja. En er zit bij ons een kindje op school met hersentumor en daar willen we gewoon weghelpen, als het ware. Dus... Goed gedaan van jullie. Succes nog. Dankjewel. Op Dierendag waren er verschillende activiteiten in Helmond. We gingen een kijkje nemen bij de keuring van naaktcavia's. Op industrieterrein Hoogeind waren veel cavia's waarvan hun baasjes uit verschillende landen kwamen, evenals de keurmeesters. De gewone huis-, tuin- en keukencavia kon men daar gratis op hun gezondheid laten testen. Je trof daar niet alleen de gemoedelijke cavia's aan, maar ook honden die lekker vertroeteld en gemasseerd werden. Mijn naam is Jolanda Brouwers. Ik ben van het samenwerkingsverband Skinny Fokkers en daarbuiten. Daar bedoelen we eigenlijk mee alle landen in Europa. We hebben vandaag een eerste internationale keuring op het gebied van Skinny. Dat is een naaktcavia en Baldwin. Dat is ook een naaktcavia, maar dan een ander uiterlijk. De Skinny heeft nog haren op neus en poten. De Baldwin is geheel naakt. Wij hebben vandaag mensen hier aanwezig uit 12 Europese landen. Van noord naar zuid, van oost naar west. We hebben 3 keurmeesters in laten vliegen. Ook uit allerlei landen om onafhankelijk van elkaar elk dier 3 keer gekeurd te hebben. Die beesten worden op allerlei uiterlijke kenmerken gekeurd. Zoals huidkwaliteit en bouw. Ze kunnen daar een gradatie voor krijgen in het kader van goed tot zeer goed of uitmuntend. Bij het behalen van 3 keer een hoger kwaliteitsnorm, om het zo maar even te zeggen, krijgen ze een certificaat van het Nederlands kampioenschap. We hebben een soort duo-evenement vandaag, waarbij ook Cavia Flat Dierendag Helmond viert. En onze vereniging, we hebben dit samen aangepakt, het evenement. En de Dierendag Helmond heeft
wat standhouders gevraagd, waaronder Sandra Vinken voor het rieden van dieren, alternatieve geneeskunde. Hier zijn ook mensen die allerlei artikelen aanbieden omtrent de verzorging en het houden van cavia's. Dus Dierendag Helmond gecombineerd met het samenwerkingsverband Skinny Fokkers en Daarbuiten doet dit één keer per jaar. Volgend jaar is het op 1 en 2 oktober 2016. En wij hopen jullie er natuurlijk allemaal te zien om kennis te maken met deze prachtige dieren. Op zaterdag 3 oktober vond op het Havenplein een grote presentatie plaats van Taoïstische Tai Chi kunsten. Tai Chi is leuk, ontspannend en razend populair bij jong en oud. Het is een goede manier om je kwaliteit van leven op meerdere niveaus te verbeteren. Het helpt onder andere je hoofd rustiger te maken, pijn te verminderen en meer in harmonie met jezelf en anderen te leven. Het lijkt een rustige sport, maar het is zeer inspannend. Ik ben van de Taoïstische Tai Chi Vereniging en vandaag vieren we Awareness Day. Het is een dag om te laten zien wat we doen. We doen Taoïstische Tai Chi, dat is een Chinese bewegingskunst. Bedoeld voor lichaam en geest. En het helpt je om eigenlijk een betere versie van jezelf te krijgen. Je wordt er gezonder door, je voelt je meer in balans. Het is geschikt voor iedereen, iedereen kan het doen. Je doet wat je kan. En het helpt je enorm om beter in balans te komen, soepeler. Iedereen is welkom om het een keer te proberen. Want vaak zeggen we, het ziet er mooi uit, maar mensen moeten het een keer doen om te ervaren wat het is. En ze zijn welkom om in onze locatie op Mierloseweg te komen en mee te doen. En zelf te ervaren wat het is. Het lijkt alsof we niks doen, want niemand zweet, maar toch gebeurt er veel. En dat is vooral eigenlijk van binnen dat er veel gebeurt. Want hoe meer je in balans bent, hoe meer zeg maar, alles van binnen kan gaan stromen en de circulatie op gang komt. En dat is wat je aan de buitenkant niet ziet, maar wat mensen hier doen aan de binnenkant wel voelen. Als je dit gedaan hebt, hoe voel je je? De meeste mensen voelen zich moe maar voldaan, maar ook fit. Het is een andere moeheid dan dat je zeg maar, van je werk terugkomt. Het is een gezonde moeheid. En eigenlijk, ja, een fit moeheid, dat klinkt gek, maar het is moe maar voldaan. Ik denk dat dat een heel, en in balans. Dus je voelt je, ja, anders dan hoe ik bijvoorbeeld van mijn werk terugkom. Dan ben je een soort van uitgeblust. En dit is gewoon, ja, eigenlijk vol leven nog. Het is een apart gevoel. Bij Dierendag mag het asiel niet overgeslagen worden. Het was mooi weer en goed druk. Het waren niet alleen kijkers die erop af waren gekomen, maar ook potentiële adoptiegezinnen. De meeste mensen kwamen kijken voor een hond, maar die zaten er op dat moment geen. Jammer voor de mensen, maar goed voor de honden. Zoals u ziet hebben we vandaag een open dag in het dierenasiel van Helmond. Dat is naar aanleiding van Dierendag. Ook de dierenambulance doet mee. Er komen heerlijk veel mensen. We zijn al vanaf 11 uur open. En het is een komen en gaan van mensen met kinderen. En ze willen allemaal informatie over de dieren die we hebben zitten. Jammer genoeg hebben we geen honden momenteel. De allerlaatste hond is afgelopen vrijdag met een baasje vertrokken. Dus daar zijn we natuurlijk wel heel erg blij mee. Maar ja, juist op de open dag hebben we nou dus geen honden meer die we kunnen laten zien. We hebben hier een poes zitten. Die zit hier al 8 maanden. Zij is wat moeilijker plaatsbaar. Het is een stevige matrone van 11 jaar. Ze heeft een pittig karakter. Je gaat niet zomaar eventjes met haar dollen. En ze heeft een medische achtergrond. Ik moet er wel bij zeggen, ze heeft ook een hele lieve kant. Ze komt heel graag op schoot. En dan wil ze heel graag van voor naar achter en overal geaaid worden. Het is gewoon een heerlijke schootmuts. Het zou zo leuk zijn als ook deze poes een eigen baasje vindt. En wij zijn hier vandaag, hè, Floris, om te kijken naar misschien een nieuw hondje. Want we hebben al 1 hond. En die is heel erg oud. En dat is Beer, Jack Russell. Die is 13. En wij zijn ons een beetje aan het oriënteren van als Beer er niet meer is. Hè, wat voor hond we dan willen. En dan overwegen we wel om een hond uit het asiel te nemen. Want ja, hè, van er zijn zoveel honden en ook katten die een leuk nieuw tweede huis verdienen. Dan gaat mijn voorkeur daar naar uit. Waarom niet jong uit de nest? Omdat er al zoveel dieren zijn. En waarom niet zo'n lief dier een tweede kans bieden voor een nieuw huis? Ik kom speciaal kijken voor een klein hondje.
Helaas zijn er vandaag geen hondjes aanwezig. Dat is wel jammer, want hierdoor kan ik niks uitkiezen. Maar misschien in de toekomst komen er nog wel wat hondjes die wij dan kunnen adopteren. Nou, ik weet niet zeker of ik ooit een hond nog wil uit het nest of uit het dierenasiel. Maar als er een leuke hond zou zijn hier, dan zou ik hem zeker wel willen. Ja. Ik wil gewoon graag een kleine hond. Ik ben niet van de grote honden. Ik vind kleine hondjes leuk. Ik heb vroeger altijd een Jack Russeltje gehad. Dat is erg leuk. Ik heb ook een Dalmatier gehad. Die is wel iets groter, maar ook geen stoere hond. Nee. Na de officiële opening, die verricht was op vrijdag 2 oktober door wethouder Van der Zande, kon het publiek op zondag 4 oktober een kijkje komen nemen. Mierlohoutse verenigingen mogen blij zijn met dit totaal vernieuwde onderkomen, waar alle verenigingen uit Mierlohout gratis gebruik van kunnen maken. Het gebouw is onherkenbaar veranderd. We zijn stichting Wijkhuis de Geesterdonk. Die draaien op het statenbestuur. En die hebben drie parttimers in vaste dienst. En verder werken wij voornamelijk met vrijwilligers om zo de uren allemaal vol te krijgen van de bezetting. We zijn een wijkhuis, de Geesterdonk. Het heeft een grote renovatie achter de rug. We zijn in april begonnen. En hebben het in twee fases afgerond nu. De eerste fase was eind augustus opgeleverd. De tweede fase is afgelopen vrijdag opgeleverd. Toen hebben wij een prachtige opening gehad. Op dit moment zijn we bezig met 4 oktober met de Geestelmarkt. Waar alle mensen, alle bezoekers vanuit Mierlohout kunnen een kijkje komen neer, een open dag. En het is er veel witter, veel lichter op geworden. Alle donkere hoeken zijn weg. Mooi, prachtig lichtgebouw. Waar nu hebben we er de tijd voor genomen om in de toekomst nog de aankleding te gaan doen. We hebben nu een maatschappelijke functie gekregen binnen Mierlohout. Voor de verenigingen en groeperingen, maatschappelijke groeperingen binnen Mierlohout is het gebruik van de Geesterdonk gratis. Als ze aangesloten zijn bij de Stichting Mierlohout in Actie. We hebben zo'n 24 verenigingen op dit moment binnen het gebouw die zich presenteren en laten zien wat ze doen. En op die manier kunnen de bewoners kennis maken met deze verenigingen. Magnum Onset is een foto-expositie van verschillende fotografen. De foto's zijn allemaal gemaakt op de filmset van bekende films. De tentoonstelling was al in enkele landen te zien en Helmond heeft voor Nederland de primeur. De opening werd op ludieke wijze verricht door wethouder Erik de Vries, zelf een verwoed filmkijker. We zijn vandaag op de fotografietentoonstelling de opening van Magnum Onset in het gemeentemuseum Helmond. Het is onze grote nieuwe fotografietentoonstelling. En het gaat over beroemde fotografen van het fotoagentschap Magnum die op legendarische filmsets hebben gewerkt en daar hebben gefotografeerd. En samen met de oorspronkelijke filmposters zullen wij die laten zien in het museum. En die is de komende 6 maanden is dat hier te zien. En we hadden het grote geluk dat onze lokale burgemeester en wethouder Erik de Vries de tentoonstelling wilde openen. Ja, en ik was bijzonder blij dat ik daarvoor gevraagd werd, want ik ben bijzonder trots op wat het museum nu eigenlijk toch weer voor elkaar heeft gekregen met deze tentoonstelling. Magnum Onset is niet zomaar een tentoonstelling, het is er eentje die onder andere in Milaan te zien was. Het is de enige plek in Nederland waar deze tentoonstelling voor mensen te bezoeken is. Het is toch fantastisch dat wij in de rij van Milaan, München, dat daar Helmond aan toe wordt gevoegd. En Londen. En Londen. En Londen, ja. En wie weet, volgend jaar zullen ze in New York zeggen, dit is de fototentoonstelling die in Helmond heeft gehangen. Nou, mooier kunnen we het voor Helmond toch niet bedenken, dacht ik zo. Waarmee ik ook direct overga tot de officiële opening van deze expositie. Want ook als wethouder ga ik met de tijd mee, ik knip geen lintjes meer, ik maak een selfie. En met deze selfie, die ik als eerste mocht maken, is de tentoonstelling Magnum Onset geopend. En ik roep u op dadelijk zelf ook zo'n mooie selfie te maken. Want wie wil niet met Marilyn Monroe op de foto? Dank u.
Op zondag 11 oktober geeft koor Cantimont een concert in de Trudokerk. Het koor bestaat dit jaar 40 jaar. Het programma is zeer afwisselend. Zowel moderne Nederlandstalige psalmen en mooie koorwerken. Het concert begint om 3 uur en de toegang is gratis. Een gezellige middag muziek te midden van de Helmondse orgels met muziekkapel Regazzi op zondagmiddag 11 oktober van 2 tot 4 uur. En de toegang is gratis. Op zondag 11 oktober kunt u op bezoek bij 3 culturele locaties in Helmond. De middag start met een theatervoorstelling in Theater Speelhuis. Daarna een rondleiding in de expo van de cacaofabriek. En tot slot wordt je getrakteerd op een live optreden in de popzaal van de cacaofabriek. Kaarten zijn verkrijgbaar via Theater Speelhuis. Zondag 11 oktober kunt u voor een swingende middag in het wijkhuis Het Brandpunt terecht. Optredens van verschillende koren, waaronder Popkoor Cobra uit Brandevoort, staan garant voor een heerlijke muzikale middag. Kaarten zijn verkrijgbaar voor €5. De optredens vinden plaats tussen 12 en 2:30. Op dinsdag 13 oktober organiseert Vereniging Wijkbeheer in Wijkhuis De Vonkel een interculturele ontmoetingsavond. Iedereen uit de binnenstad is van harte uitgenodigd om mee te komen praten over werk, religie, leefbaarheid en welzijn in de binnenstad. Er is live muziek en hapjes uit alle delen van de wereld. De avond begint om 8:00. De presentatie is in handen van Joop Vos. Op vrijdag 16 oktober organiseert het Helmonds Ouder- en Kindcentrum een speciale Beleef het OKC-dag. Binnen het Ouder- en Kindcentrum, het OKC, werken steeds meer disciplines samen onder één dak. Tijdens de Beleef het OKC-dag mag iedereen kennis maken met wat het OKC zoal te bieden heeft. Er worden lezingen en presentaties gegeven en er zijn diverse workshops. Tussen 4 en 8:00 is iedereen welkom. Ouders, kinderen, hulpverleners en alle geïnteresseerden. De toegang is gratis. Jaarlijks komen er bij de politie in Helmond zo'n 1000 aangiftes van gestolen fietsen binnen. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Reden genoeg voor de gemeente om daar samen met u iets aan te doen. Op zaterdag 17 oktober is er weer een gratis graveeractie bij winkelcentrum Brouwhorst in Brouwhuis. Fietsendiefstal tegengaan, dat doen we samen. Op zaterdag 17 oktober aanstaande opent Kunstkwartier officieel de deuren van de nieuwe afdeling Body & Mind. Van 11 tot 4 uur is iedereen van harte welkom om ter kennismaking gratis deel te nemen aan diverse workshops. Alle kunstdisciplines die Kunstkwartier in huis heeft, zijn vertegenwoordigd om te laten zien hoe zij kunst inzetten om body en mind in balans te brengen. Met een repertoire vol rock'n'roll, rockabilly en rhythm and blues brengen de Cable Bugs, de beat en het gevoel van de jaren 50 en 60 weer onder het volk. Het genre dat ze maken noemen ze bugabilly. Deze 4 gekke rock'n'rollers garanderen vol gas bij elk optreden en zorgen dat er flink geswingd kan worden. Deze avond vindt plaats op zaterdag 17 oktober van 10 tot 1 uur en de entree is gratis. De Houtse toneelgroep bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit te vieren spelen ze op zaterdag 17 oktober in zaal Het Brandpunt in Brandevoort de doldwaze klucht Ketchup en Sangria. Aanvang is 8:00. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober vindt in Wijkhuis De Vonkel het festival Vonkelrock plaats. De toegang is gratis en alle bezoekers staan een mooie 2-daags festival te wachten waar de bands een rockwaardig optreden verzorgen. Met een pilsje in de ene hand en een vette hap in de andere kan het muziekgeweld beginnen. Het Jan Visser Museum organiseert op zondag 18 oktober een dag geheel gewijd aan het bakken van pannenkoeken en brood. In het verleden op het platteland lieten de bewoners hun zelfbereid deeg bakken in een gemeenschappelijk bakhuis. Traditioneel werd er 1 keer per week brood gebakken. Dit speciale vloerbrood wordt voor u gebakken. U bent welkom tussen 12 en 5:00.
Op zondag 18 oktober viert het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor in het TOV-gebouw haar 40-jarig bestaan met een speciaal jubileumconcert in samenwerking met gemengd koor Polymia uit Olland en zanggroep Pabo, compleet met eigen band uit Helmond. De aanvang is 2 uur en de toegang is gratis. Dit was weer Door de Week Heen voor deze week. Heeft u tips of informatie? Stuur ze naar redactie@omroephelmond.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.